De lever, het belangrijkste laboratorium van het menselijk lichaam. Nog geen 2% van het lichaamsgewicht gebruikt hij een kwart van de door de rode bloedlichaampjes vervoerde zuurstof. Bijna net zoveel als de hersenen. Suikers en aminozuren. De spijsvertering werkt goed. En waar gaan die naartoe? Naar de lever natuurlijk. De suikeropslag. En de grote eiwitfabriek. Wat zijn eiwitten? Dat zijn de belangrijkste bouwstoffen. En daarvan heeft het lichaam veel nodig. Zoiets als stenen voor een huis. Bouwt het lichaam dan soms huizen? Wel nee, rare. Het maakt dingen als rode bloedlichaampjes en het bloedplasma en nog veel meer. Echt, zelfs antilichaam. Kijk, dat zijn vitamines die de lever op gaat slaan. Nee, maar baas, die lever doet een heleboel. Ja, maar dat is geen reden om te suffen. Nou goed, opletten. De lever is gevoelig. En ik kan ontsteken. Vooruit, opruimen. Als jullie niets aan te geven hebben, loop dan door. En jij? Heb jij niets aan te geven? Waar kom je vandaan? Vetdeeltje afkomst uit de spijsvertering. Goed, ik geloof je. Je mag doorlopen. Aminozuren ook van de spijsvertering. Goed, jullie mogen doorlopen. En wij zijn spijsverteringspepsine. Heel nuttig bij het aanmaken van eiwitten. Hé daar, wacht eens. Wat vervoer je eigenlijk? Ik kijk... Toxine, hè? Vergiften! Ik wil geen vergiften hier. Breng ze naar de vuilverbranding. Suikers daarheen. Jullie vetten, jullie moeten naar de galfabrikage toe. Hier langs. Goed, jullie gaan naar de ribosomen waar de eiwitten worden gemaakt. Die kant op. Ah, suikers, daar zijn jullie dan. De reserves beginnen op te raken. Hier langs voor de voorraad. Ah.
Kijk. Zie je wat ik zie? Wat? Kijk dan. Hola, wat gebeurt er allemaal? Er zijn verdachte elementen gesignaleerd. Wat doen we, baas? Wat moeten we met die aminozuren? Wat doen we daarmee? Suikers, hopen suikers. Ze vragen ons om cholesterol. En ze vragen ons ook om ijzer, dat wist u toch wel? Wat doen we nou, baas? We halen de voedingsstoffen uit het bloed. We slaan ze op, we veranderen ze. We leveren wat er nodig is. We moeten geen tijd meer verliezen. Het zijn allemaal taken van de lever. Is er gal, baas? Ze willen gal om vet op te lossen. Dat is ook een van onze taken. Helpen bij de spijsvertering. Vooruit, geef wat ze vragen. Idioot! Hersenboodschap aan de lever. Tweede lop, cel 1607. We hebben met grote spoed suikers nodig. Met spoed. De hersenen hebben dringend suiker nodig. Dat is logisch. De hersenen hebben geen reserves. Die hebben wij hier dus wel. En let op, dit is een spoedopdracht. Vooruit, verstuur de bestelling zo snel mogelijk langs de kanalen. Dit is een spoedbestelling via de leverader. Hij moet door de bloedsomloop naar de hersenen. Hallo? Ik heb een bestelling voor de hersenen. Wie wil er? Als je het geen haast hebt. Als je het snel moet, dan moet je bij mij wezen. Maar ik doe het nog veel sneller. Maar ik doe de echte spoedbestellingen. Het is een spoedbestelling via de leverader, ja. Vooruit, breng jij het maar weg. Leg eens uit waarom de hersenen altijd suiker nodig hebben. Omdat ze werken. En ik niet dan. Leuk hoor, ouwe jongen. Suikers voor de leverader moeten via de gewone bloedsomloop naar de hersenen. De lever, een van onze beste klanten en ook leverancier. Het zou best zijn, maar van kooldioxide hou ik niet. Ik hou er niet van. Het hart is niet ver meer, Hemo. Daarna gaan we naar de longen en dan krijg je weer zuurstof. Je moet niet zo geduldig zijn, je hebt zo weer lucht. Oh ja, zuurstof, jawel. Dat is zuiver, dat is licht. Ik wil best de beest uithangen, maar dat wil niet zeggen dat ik een maxschaap ben. Hé, daar, ophouden. Het is hier niet het Wilde Westen. En wat dan nou, vriend? Wat is het probleem? Jullie hinderen het verkeer. Jullie houden de ander op. Jullie HLA-kaart. Rustig maar, vriend. Oh, maar u bent van de bereden politie, zo. Bovendien in functie. Spoedbestelling van suikers voor de hersenen. Goed, je hebt inderdaad voorrang. Oké, boys, dan gaat hij weer. Denk je dat dit je lukken zal? Natuurlijk, ik kan het wel twee keer achter elkaar. Oh.
Heb je pijn gedaan? Oh, het is niet erg. Ik had geen kracht meer in mijn handen. Houd goed in de gaten. Ieder wondje, hoe klein ook, kan een infectie veroorzaken. En de plaatjes. Waar blijven de plaatjes? We hebben ze hard nodig. Ze zijn al opgeroepen. Ze zullen zo wel hier zijn. Oh, kijk daar. Stevig, hè? Er is te weinig fibrine. We hebben fibrine nodig om de boel bij elkaar te houden, want anders krijg je... Oh, kijk! Ik hou het niet langer, ik hou het niet. Vol, houden, hou vol. Ik hou het niet. Oh, maar waar blijven ze? Waar blijft de fibrine? Zonder dat redden we het niet. Rustig, rustig. Volhouden, verdorie. De moed niet verliezen. We moeten hem wakker maken. Denk je dat we dat moeten doen? Echt waar? Er is een wond die niet wil sluiten. Fibrine bestellen, fibrine, fibrine. Snappen jullie dat niet? Oh! Er is een wond die niet wil sluiten. Spoedbestelling van fibrine. Wat? Wat is er? Je kunt hier ook nooit eens rustig je werk doen. Hoezo fibrine? Ja, baas, het zit zo. Er is een wond die niet wil sluiten. Vooruit, waar wachten jullie op? Bestel met spoedfibrinogeen bij 37. Fibrinogeen, baas, en geen fibrine. Oh, fibrinogeen bestelling met spoed leveren. Zeg baas, waarom bestellen we fibrinogeen? Waarom geen fibrine? Kijk, fibrine is als een net. Oh ja? Dat blijft overal haken. Dan verstopt de hele zaak. Dan zouden we mooi voor gek staan. In de lever maken we en versturen we alleen touw. Het net wordt ter plaatse in elkaar geknoopt. Begrijp je dat? Fibrinogenen die nodig zijn voor het sluiten van een wond. Voorrang, ga maar vlug. Zeg, baas, de armen zijn vermoeid. We hebben geen tijd te verliezen. Er is suiker nodig voor de energie en eiwitten voor de spieren. Nou dan, waar wachten jullie dan nog op? Maak het klaar en verzend het, net als altijd. De doet, de leven dat. Jongen. En nog veel meer. Kom, dan kun je het zien. Zie je wat ze hier allemaal doen? Water, veel water voor de gal. Goed zo. Nog meer. Zouten die vetten gaan verwerken in dode cellen. En dat ijzer, wat is dat? Kleurstof voor rode bloedlichaampjes.
Goed, oké, in orde. Nog meer water. Er is echt veel water nodig voor gal. Hé, zeg, waar blijft het galmonster? De kwaliteitscontrole is gedaan, chef. Het zoutgehalte is goed. We kunnen zo aan de slag, chef. Goed zo. Stuur een proefmonster naar het hoofdkwartier. Het was afschuwelijk. Het monster van de galbaas verwachten op het bevel om te produceren. Baas, er is haast bij. Ze wachten op het bevel om de productie te starten. Wat is er aan de hand? Je moet de spullen niet stuk maken, waarde vriend. Let in de toekomst een beetje beter op. Je moet niet lopen dagdromen. Goed, oké, vooruit. Het is gebeurd. En wat zat er in dat buisje? Nou, kijk, baas, het was het proefmonster van de nieuwe galproductie. Had dat nou meteen gezegd? Start de productie. Het was in orde, chef. We kunnen. Mooi zo. Aan de slag. Hoe is het mogelijk? Wat bezielt die lui daar? Dat regel ik zo wel, baas. Let maar eens op. Rustig blijven. Denk om je galstenen, baas. Nou ja, ik bedoel, we gaan gewoon gal maken, nietwaar, hè? Nou? Prima, de gal kan worden geloosd. Het spul moet naar de galblaas toe. Lekker is dat, weet je? Na een dag werken, de beloning. Hop. Oh, wat zijn die aardig. Dat is cholesterol. Wat doen die dan, baas, die beestjes? Die helpen bij heel veel zaken. Kijk, celwanden vormen, gal maken en hormonen. Nuttig in kleine hoeveelheden, onmisbaar zelfs. Zout, we hebben meer zout nodig. Kom maar hier, zouten. Zitten er nog suikers in het bloed? Deze kant op cholesterol voor de fabricage van nieuwe celmembranen. Ja, hier zo voor de celmembranen. Aardig is het cholesterol dan eindelijk. Een verse komt rechtstreeks van de lever. Hiero inladen! Hoise! Dat gaat goed, jongens. Nog wat lipiden en klaar is Kees. Hé, hey, wat is dat? Jullie blijven staan. Jullie belemmeren de doorstroming. Er wordt een verkeersopstopping gemeld op weg nummer 117 in de richting van het hart. De leverfabrieken moeten de productie van cholesterol staken om de wegen niet te verstoppen. Nou ja, we voeren niet eens uit. Die cholesterol komt niet eens van de lever. Heb je dat gehoord? Heb je je handen wel gewassen? Thank you.
politie, volg mij. We wachten dus onze kans af en vermenigvuldigen ons. En waarom doen we dat nou niet hier, chef? We zijn in de darmen. Maar wij zijn dus geelzuchtvirussen, snap je? Dus moeten we eerst naar de lever, suffert. Als ik aan die fabrieken denk die straks voor ons aan het werk zullen gaan. Kom op. Hey, aminozuren. Ik neem jullie mee. Stap in. En waar gaan we dan heen? We gaan naar de lever toe, via de poortader. Hé, hey, daar hebben jullie niks aan te geven. Nou? Aminozuren, afkomstig van de spijsvertering. Jullie kunnen gewoon rechtdoor gaan, richting ribosomen. Zien jullie dat? Dat zijn de RNA-boodschappers die de bevelen van de celkern moeten doorgeven om eiwitten te fabriceren. En gaan we ons meester maken van die eiwitten? Shivert, we kunnen toch niets beginnen met die eiwitten? Mag zeggen, chef, wat hebben we hier dan te zoeken? Zie je dat? Weet je wat het is? Dat is een ribosoom, een fabriek. Maar als die niet maakt wat wij nodig hebben? Dat is heel simpel. Dan geven we hem dus een andere opdracht. Dit is ons DNA, begrijp je het? Daarmee geven we hem een nieuwe opdracht. Dan zul je eens wat zien, dan zul je eens wat meemaken. Ze weten daarboven vast wel wat ze willen. Wij voeren hier alleen maar opdrachten uit. Wow. Alarm, alarm voor alle eenheden. Leverinfectie, LOP 2, cel 3007. Geelzuchtvirus van het type A. Alarm voor alle bewakers van het lichaam. Ik weet niet wat ik heb. Ik ben niet lekker, vast te veel gegeten. Maar jij hebt geelzucht. Huh? De ontstoken cellen hebben hun buren gealarmeerd. Het maken van een interferondam is al aan de gang. Prima idee. Die zullen we nodig hebben. Vooruit, interferonen. Op jullie post bij alle ingangen van de cel. De virussen kunnen elk moment hier zijn. De interferonlinie houdt stand, kaptein. Hun vermenigvuldiging lijkt geblokkeerd. Daar gaan we er nu echt werk van maken. Een mitose voor we in de tegenaanval gaan, luitenant. Lymfocyte-eenheden onmiddellijk vermenigvuldigen.
Nou zeg, ouwe jongen, je ligt nou al een hele tijd, hè? Ben je er nou nog niet zat? Dat lijkt mij maar niet leuk. Nee, geelzucht is helemaal niet leuk. Wat is de lever toch kwetsbaar? En toch is het mijn schuld niet.